Vandaag ben ik in het Tialf Stadion in Friesland. De schaatsstempel van Nederland en van Europa. En daar heb ik een gesprekje met Wibo van der Linden. Ja, Wibo van Tros Actua. Hoe zou jij als presentator van Tros Actua kunnen aankondigen dat jij als kandidaat, als oudste kandidaat op de lijst van 50PLUS bent en de Europese verkiezingen in aantocht zijn? Nou, even graven in het verleden, maar dan zou ik zeggen, zeer goedenavond, dames en heren. Tros Actua belicht vanavond de start van de Europese verkiezingscampagne van 50PLUS. Een partij van jongdenkende ouderen die opkomen voor rechten van iedereen. Ook in de politiek wordt regelmatig een scheve schaats gereden. Waar stoor jij het meest aan? Nou, ik stoor me vooral aan een discussie over pensioenen. Kijk, het moet duidelijk zijn. Wie pensioenpremie betaalt, die heeft rechten. Dat geldt niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Want ook de jongeren worden ouder.